Dames en heren, als u zou willen gaan zitten, heel graag welkom in Raadhuis De Pauw voor een bijzondere raadsvergadering. Eigenlijk een informele bijeenkomst van vier gemeenteraden, van vier gemeenten. Soeterwoude, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Om met elkaar een verklaring te aanvaarden over de Rijnlandroute. We weten allemaal waar het over gaat. We weten allen hoe wij erover denken. Er is al een brief van de vier raden, er is ingesproken. Er was een fantastische demonstratie gisteren, waarvoor ik de heer Holvast en al die anderen die daaraan hebben meegewerkt zeer hartelijk mee wil complimenteren. Ook met de uitstraling en de publiciteit. We hoeven dus niet veel woorden vuil te maken aan waarom we hier bij elkaar zijn. Als eerste spreker aan de vertegenwoordigster van Leidschendam-Voorburg, mevrouw De Boer. In de eerste plaats hebben wij geweldige bewondering voor al die burgers die initiatieven hebben getoond om actie te voeren en de wijze waarop zij dat hebben gedaan over dit tracé. En onze wethouder heeft gisteren ook nog mee kunnen doen aan de manifestatie gisteren, overigens mijn buurvrouw de rechter, linkerzijde ook. Wij hebben daar heel veel bewondering voor. In de tweede plaats wil ik zeggen dat wij bijzonder hechten aan belang hechten aan het gezamenlijk optreden in deze van de vier betrokken gemeenten uit dit gebied. Wij vanuit Leidschendam-Voorburg werken, zoals u weet, van harte mee met de Duinhorst en Weide-regio. Dat doen wij ook gezamenlijk. En dat doen wij vooral vanuit de achtergrond dat wij van belang vinden dat er een hele sterke groene zone is aan de noordkant van onze gemeente. En dat dat aansluit bij het groene hart. Maar deze verklaring die wil ik van harte onderschrijven namens de Raad van Leidschendam-Voorburg. En ik wil ook met klem de provincie verzoeken om daar heel serieus naar te kijken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw De Boer namens de Raad van Leidschendam-Voorburg. Ik verzuimde nog welkom te heten mijn collega de burgemeester van Voorschoten, heer Staatsen, wethouder Den Oude van Zoeterwoude, wethouder van Staaien, hij werd al genoemd, van Leidschendam-Voorburg. Mag ik dan nu als tweede spreker het woord geven aan de heer Middelburg uit Voorschoten. Daarom is het zo goed dat wij in een avond als vier gemeenten bij elkaar zitten om met elkaar uit te spreken in deze unieke raadsvergadering dat wij zoeken naar balans en slechte keuze vinden. Het woord is aan mevrouw Van Ekelen namens de Raad van Wassenaar. Dank u, voorzitter. Inderdaad, wat fijn dat wij hier in onze, bij onze Wassenaarse Raad nu drie andere raden op bezoek hebben. Ook namens ons van harte welkom. En heel erg belangrijk dat we hier met z'n vieren het helemaal eens zijn. Nou, mijn voorgaande sprekers hebben het al benadrukt. Het is uniek dat we hier zijn en ook een ontzettend belangrijk signaal. Ik spreek vandaag voor de gehele Raad van Wassenaar. Dat heb ik vrijdag ook gedaan bij de hoorzitting bij Provinciale Staten. En u weet wellicht, in de Wassenaarse politiek zijn we het niet altijd overal over eens. Maar er is één ding waar de hele Raad het over eens is. En dat is dat we tegen tracékeuze van zoeken naar balans zijn. Vandaar dat het goed is dat we hier verenigd zijn met onze Pact van Duivenvoort gemeentes, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en ook Zoeterwoude daarbij. Wij benadrukken met elkaar dat we gezamenlijk optrekken in dit dossier, dat wij niet zien zitten dat onze groene polder verpest wordt door een weg en dat een Church Avenue een goed alternatief is. En natuurlijk is de impact van de Church Avenue ook groot, dat ontkennen wij niet. Maar daarna zal er een innovatieve, moderne oplossing zijn die de ruimtelijke kwaliteit van onze regio in stand houdt. Het woord is nu aan de heer Garman van de Raad van Zoeterwoude. Wij in Zoeterwoude zijn het van harte eens met wat er tot nu toe allemaal gezegd is. En er schiet me nu een anekdote te binnen. Tijdens de presentatie van gedeputeerde De Bond, die best een open en helder verhaal hield, stelde ik een vraag in het AB van Holland-Rijnland over het Groene Hart. Van tot hoever gaat u het Groene Hart aantasten? Gaf ze in eerste instantie geen antwoord op. Tweede termijn zei ik van, oh, ik denk dat u het Groene Hart niet gaat aantasten, want u geeft daar geen antwoord op die vraag, dus die was blijkbaar niet belangrijk genoeg.
En toen zei ze, ja, maar kan ik niet tot op de meter of millimeter nauwkeurig zeggen. Maar het zal minimaal zijn. Als je nu ziet wat voor oplossing er komt in de variant die boven tafel gekomen is. Dan denk ik van, hoe krijg je het voor elkaar om dan toch zo'n antwoord te geven. En niet eens wetend waar je het over hebt dan dus even. Wij weten het inmiddels allemaal wel. En wij van Zoeterwoude steunen en zijn erg blij met deze actie. En steunen dit hele gebeuren van harte. De Churchill Avenue is de beste en meest duurzame oplossing en heeft daarmee onze voorkeur. De keuze van GS voor het zoeken naar balans optimaal tracé kunnen wij logischerwijze niet ondersteunen. Wij zijn van mening dat het verkeersoplossend vermogen van beide alternatieven groot is, ook in 2030 en verder. De economische effecten van beide alternatieven positief zijn. Churchill Avenue als meest milieuvriendelijk alternatief, de unieke waarde van de landgoederenzone, de polders en de ecologische zone tussen de kust en het Groene Hart intact houdt. De keuze voor zoeken naar balans optimaal strijdig is met het provinciaal beleid ten aanzien van natuur, zowel natuurgebieden als ecologische verbinding, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Het eindoordeel pakt hiermee negatief uit voor de Churchill Avenue variant, die een minder duurzame oplossing zou zijn. Echter, natuur en de ecologische verbinding Duinen-Groene Hart, het provinciale en metropolitane landschap Duinhorsterweide, de landgoederenzone, de weidegebieden met waardevolle natuurwaarde, de molen ter passe, alle worden onherstelbaar aangetast of doorkruist door zoeken naar balans. Ook aan de belangrijke recreatiefunctie van het gebied wordt afbreuk gedaan. Het Duinhorst- en weidegebied wordt aangetast. Er verdwijnen sportvelden. Zoeken naar balans gaat vlak naast het aantrekkelijke regionale recreatiegebied Vlietland open. Rust, ruimte en openheid in het gebied worden in één klap teniet gedaan. Tot slot, wij doen een beroep op Provinciale Staten om bij de besluitvorming onze verklaring ter harte te nemen. De Churchill Avenue blijft voor de vier grondgebiedgemeenten op alle fronten de beste keuze als noodzakelijke Rijnlandroute. De raden, gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Zoeterwoude, Wassenaar, 4 juni 2012. En ik zou u nu willen oproepen om met ons mee te gaan voor de ondertekening van deze verklaring. APPLAUS.